eigenlijk als fotograaf gebruik ik veel dagelijkse omstandigheden. Dat kan mijn eigen achtertuin zijn, dat kan een slaapkamer van iemand anders zijn. Oude huizen ben ik ook dol op. Dus ik ben eigenlijk een fotograaf. Al sinds 1996 ben ik afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. En heb ik eigenlijk altijd locaties gezocht die eigenlijk heel huiselijk zijn. Of waar mensen soms nog wonen of wat leeg is. En waarom ik heb dat gekozen? Omdat ik het in een studio werken nooit echt heel fijn vond. Ik ben echt dol op daglicht. Daglicht is zo ontzettend mooi. Daglicht voelt soms ook als je een foto maakt alsof je zeg maar bezig bent bijna met een soort beeld houden. Want op het moment dat het daglicht op iemands huid komt, dan moet je heel goed kijken of je waar het licht komt en of het zacht is of hard. Moet iemand naar achteren stappen of moet iemand juist naar voren? En dat is met daglicht zo mooi. En natuurlijk kun je in de studio ook heel mooi zacht licht creëren. Maar dan maak je één opstelling en dan is dat het. En hier hebben we nu afgelopen zaterdag een foto gemaakt van Bo. Wat een supermodel met van het prachtige lange haar. Ze staat daar met hele mooie schermbloemen. Ik denk koolzaten die ik de avond ervoor met mijn dochter geplukt heb. En in de sloot hierachter. En het was echt koud. Dat kind is echt als model ongelooflijk. Wat een diehard. Ik ga hem hier zo maken, denk ik. Zo. Dat komt hij tot. En dat kind staat daar te vernikkelen of die heeft het koud of het staat ongemakkelijk. Nog even zeg ik dan. En nou, dat betekent wel nog even een opname van 12 opnames. Want een rolletje is 12 opnames, want je werkt analoog. Dan moet je wel weer even langer staan natuurlijk. Want een digitaal kan je soms in een minuut heel veel maken. Maar analoog is echt anders. Het scherpstellen, controleren. Het is geduldiger. En analoog zorgt er ook voor dat je heel geconcentreerd werkt. Want als je 12 opnames hebt en je model zit goed en je gaat heel snel werken, dan kan het ook zijn dat je te snel gaat. Waardoor een model nog net niet in een bepaalde rust zit, dat je een uitdrukking wil die je zoekt. Oké, doe je ogen maar dicht. Oh, wat is dit fantastisch. Mo, gauw weg, anders houdt het niet vol. Jezus, dit is echt maar verder. Ik zie jou echt, je moet echt weg. Oh, Mo, Bo, dit is zo mooi. Ik ga niet praten, ik ga achter elkaar schieten. Niet praten. Dan kan ik niet concentreren. Jezus, wat fantastisch. Dus voordat ik een foto maak, ga ik eerst kijken, zit het haar goed? Is de jurk hoe ik wil? Hè, als ik dus met modellen zou werken. Dus dat geldt natuurlijk voor wat je aan het doen bent. Nou, en op het moment dat je... Als dat goed is, dan druk ik pas op de knop. Zie ik dat het model nog niet helemaal ontspannen is, ga je niet als een gek doorklikken. Want dat betekent dat je rolletje vol is, je moet verwisselen. Dat zijn een paar kostbare minuten. Ja, en dan moet je opnieuw beginnen. Opschieten, want ik ben zo klaar, want het rookt en het vuurt nog. Dus we kunnen niet te lang wachten. Dat je zeg maar, weet je, dat je ons zo filmt. Foto's maken. Ja. Dit is toch weer helemaal gestoord, dit, hè. Voor de picture. Ja, je moet weg. Nee, ik zie je niet. Ik heb, nou ja, als je daar zit, heb ik geen last van je. Ook al noem ik dit als een voordeel, hè, dat langzame werken, is het ook een nadeel als zo'n kind in de sloot koud staat te staan voor jou in een jurk. En toch zorgt het ervoor dat mensen in een soort, ja, in een mediatieve sfeer komen. Ze worden ontspannender, rustiger, want ze moeten wachten. En met digitaal werk je soms sneller, omdat je heel veel opnames kan doen per minuut. Maar die haast is niet altijd een voordeel. En dat mechanisme, dat geluid wat een analoog camera maakt, is mooi. Net als dat mensen kunnen hebben, oh, wat heeft mijn auto toch een heerlijk geluid, die motor. Vind ik dat analoog gewoon heel fijn werken. Ja, het is duur, hè, want de films zijn duur, het ontwikkelen is duur, de courier is duur. Maar ja, goed, zo is het. Ik vind het nog steeds heel fijn.